Hé hey man, ga je wakker worden? Hé? Hey? Ga je wakker worden? Zo. Ik ga je maar filmen. Zo. Hey, kerel. Niet dat hij flink gedronken heeft, dat hij zo lekker vredig slaapt. Ja. Hij is echt, want ook op het schermpje steeds, als hij steeds in dezelfde houding. Ja. Nou, morgen lekker naar huis. Ze houden me nu en Camille ook al niet meer terug. Nee. Ik kreeg vannacht om 1 uur. Nee, ik denk je gaat wakker worden. Hey. Ja. Ja. Ik moet hem gaan verschonen, dat ga ik gewoon doen. Zeg je? Ik moet hem toch verschonen, dat ga ik gewoon doen. Ja. Ja. Kijk, dat is een beer. Goedemorgen, man. Ik heb die sokken gekregen, man. Hé, heb je die sokken gekregen? Lekker warm. Nee. Een droge luier nog. Ik mag niet van mijn zuster. Hé. Hé, hey, die jongen. Oh, dat is een gaap, hé. Hey. Dat is een gaap. Nou, dat is droog, hé. Hey. Ja. Reuze voeten van. Ja. Hé. Hey. Staat hier ook als pagina 1. Oké. 1, 2, 3. Als je het over 2 hebt, dan weet ik dan zit het op het scherm en de computer zit ook op het scherm. Oké. Okay. Een vaste gegeven voor mij.
wat is oma hardhandig, hè, de jongen, hè? Nou, die oma's toch, hè? Ja. Lag je net zo lekker te slapen bij papa, hè? Nou, wordt er weer aan je gefriemeld en gefrommeld. Nou, wat je wel een mooi pakje aan. Dan moeten de knoopjes toch. Niet de, oh jeetje. Wat doe jij met de vieze luiers? Wat wil je daarmee? In een plastic zakje of zo? De kraanverbanden nu ook. Ik heb gewoon nu nog maar in de prullenbak. En dan ga ik vanaf morgen ga ik ze wel echt naar de container brengen. Oh, oké. Okay. Staat wel op film. Oh. Ik mag niet zo meneer alles opnemen. Ja, ik ben alles op. Oh, het is toch lekker, de schone kroon? Ja, maar dat vindt hij ook wel lekker, maar dat gefriemel en geframmel. Ja, maar dan heb je lekker een pak, heb je niet zo'n kraag in je nek. Het is leuk als je weggaat, maar als je steeds moet liggen, dan is dat ook niet lekker in je nek. Hè? Het is nog een beetje groot, maar dat is met alles, hè? Zo, oma moet ook weer wennen, hoor. Ja, maar het is gelukt. Het is gelukt, ja! Yeah. Dion, dit is de opname de dag dat je thuis kwam, op 23 oktober 2009. Uit het ziekenhuis, maar een heel warm welkom. Woehoe.